Fijn dat je er bent. En ook Naila Shebli. Ja. Ja, zo spreek ik het goed uit. Ja, jij bent lerares Arabisch. Mm-hmm. Je woont al zo'n 20 jaar in Nederland. Klopt. Maar je hebt veel familie in Beirut, hè, in Libanon. Ja. Al mijn familie is nog in Beirut, behalve mijn moeder en kleine zus. En ik heb een grote familie. Ja. Veel ooms, tantes, kinderen. En de meeste van hun wonen echt in de hoofdstad en ook vlakbij de haven. Waar en is hoe dat? Is het met hun? Er is veel wonder geweest, want hun huizen zijn verwoest. Hun kantoren, hun businesses, mijn ooms hebben restaurants, die zijn ook verwoest. Alleen toevallig waren er niet, of waren ze niet thuis die avond. Alleen ik heb een neef die was wel daar. Van haar huis heeft ze uitzicht aan de haven. En haar hele huis is gestort. En zij was gelukkig, haar zoon, was er niks gebeurd met haar zoon. Maar alles viel op haar en ze moest naar het ziekenhuis. Ja. Natuurlijk. En ze was helemaal aan het bloeden. En de ziekenhuizen waren allemaal vol. Precies, je kon ook nergens terecht. Nee, dus ze moesten naar 7 ziekenhuizen gaan. En ertussen was ze aan het bloeden. En ze viel flauw een aantal keer. Maar ze zei, de beelden die ze heeft onderweg gezien, zijn erger dan alles wat ze heeft meegemaakt met alle oorlogen in Libanon. En haar slechtste nachtmerries of een horrorfilm is niet zoals kinderen zonder armen, lijken die hangen van balkons. We hebben het al gehad. Het gaat niet alleen om die hele praktische steun, maar ook om steun over het trauma, voor het trauma. Dat precies, heel veel trauma. Veroorzaakt, ja. Ja. Nicolien, de meeste mensen kennen jou natuurlijk als snowboardkampioen, als topsportster. Wat heb jij met Beirut en met Libanon? Nou, in de zin niet zoveel natuurlijk. Maar ik ben 5 jaar geleden daar zelf geweest om een vluchtelingenkamp te bezoeken. En toen was er ook al heel veel steun nodig voor de vluchtelingen. Libanon heeft heel veel mensen binnengehaald om te helpen, om steun te bieden. Maar dat kon toen al niet. Laat staan wat er nu allemaal heeft plaatsgevonden. Het is één grote ramp natuurlijk. Ja. Wat herinner jij je van de tijd dat je daar was? Hoe heb jij het land ervaren? Nou, ik ben er 3 dagen geweest. Dus het is heel kort om daar iets van iets diepzinnigs over te zeggen, maar wat mij opviel was de charme van de stad. Je reist af naar een land waar je helemaal geen weet van hebt. Nee. Wanneer het in het nieuws is het vaak niet het allerbeste over Libanon. Maar de stad, het mooie weer, de gezellige restaurants, maar ook wel gelijk de andere kant, overal kogelgaten. Ja. Maar ook de chaos toch al op straat, hè, voor ons gestructureerd land. Alles schiet door elkaar, handkarren, chique auto's. Maar de vluchtelingen die daar gewoon opgestapeld zitten op 1 vierkante kilometer met tienduizenden mensen. Je weet niet wat je ziet. Ja. En dat is natuurlijk niet te vergelijken wat de familie nu meemaakt. Maar dat was voor mij op dat moment al het ergste wat ik ooit in mijn leven had gezien. Ja, want we hebben het daar ook vandaag over gehad. Hè, dat er een aantal crisis op elkaar zijn gestapeld nu voor de mensen in Libanon en in Beirut. Mm-hmm. Maar als we het hebben over de mooie dingen, wat mis jij van je land? Oh, ik mis voornamelijk de mensen. Het zijn zulke gastvrije, warme, levendig mensen. Die willen gewoon leven en genieten van het leven. En ze willen niet meer gedoe hebben met strijden tussen godsdiensten. En politiek. De politiek. Dat willen ze niet meer. Ze zijn mensen zoals wij. Maar ze zijn echt doorzetters. En anders dan de mensen mis ik natuurlijk het land zelf. Het land is prachtig. Bergen, strand, zee.
Uitgaansleven is geweldig. Nachtclubs, restaurants, heerlijk eten. Ja. Het is gewoon genieten als ik daar ben. En mijn man is Nederlands en hij is helemaal ook verliefd op Libanon. En de mensen daar zijn ook verliefd op hem. Ze houden van Nederlanders. Ze hebben een band met Nederlanders. Nederlanders zijn heel erg open en ze houden van andere culturen. En, het Libanon heeft ook vele gezichten natuurlijk. We kennen ook de hele vrije periode, jaren 70. Alle beelden die we kennen, die schieten eigenlijk alle kanten op. Hè. Dat maakt het misschien ook lastig voor ons om een heel duidelijk beeld te hebben van Libanon en de Libanezen. Hoe heb jij het ervaren? Ja, je bent er nu kort geweest, maar hoe heb jij het land ervaren toen je er was? Ja, een land van uitersten in mijn beleving. Van inderdaad de mooie kant en dan ook wel de hele treurige kant. En je kan je voorstellen dat nu de mooie kant ook deels verwoest is. Waardoor het één grote treurnis is. Hè? Ja. Eerst kan je nog een soort van scheiden van het mooie centrum, de oudheden. Maar toch altijd wel ook wel... de nasleep van wat ze allemaal hebben meegemaakt. Dus het is echt wel, daar ligt zoveel geschiedenis. En de mensen genieten ook heel erg. En je kan je voorstellen dat alles nu overhoop ligt. Ja, nu is het natuurlijk tijd voor de noodzakelijke hulp. Hè, dak, voedsel, medische voorzieningen. Maar ik kan me voorstellen, ik had het vanochtend ook even over hoe cultuur en kunst een rol kan spelen straks ook weer in die wederopbouw. En dat is voor sport natuurlijk hetzelfde, hè? Voor de kinderen. Ja, toen ik er was om het vluchtelingenkamp te bezoeken, was ook om inderdaad de onmenselijke situatie. En een kind hoort een kind te zijn. En niet als baby opgegroeid, opgroeien tussen de ratten en de eigen vuilnis. En daar hebben we een project gehad om kinderen inderdaad via sport en spel voor momenten uit de traumatische situatie te halen. Waardoor ze even die glimlach weer hebben. En je kan je voorstellen, het gaat allemaal om mensen die hier niet om gevraagd hebben. Hè. Ik bedoel, het zijn allemaal onschuldige mensen. Ja. En het is zoiets wat zoveel impact heeft. Dat geldt zowel voor de vluchtelingen. Alhoewel ik niet weet of dat er nu nog is, dat kamp waar ik toen ben geweest. Maar nu ook de mensen die daar gewoon proberen hun land weer op te bouwen. En nieuwe impuls te geven dat je dit met elkaar moet meemaken. Ja. Dat is bizar. Want we hebben het gehad over hoe veerkrachtig de mensen zijn in Libanon. Ze hebben natuurlijk ongelooflijk veel meer meegemaakt. Je moet wel om te kunnen leven. Ja. Of enige veerkracht bezitten. Maar heb je het gevoel, is er nu nog hoop? Is er nog... Ik moet eerlijk zeggen dat dit de eerste keer... dat ik voel, er is weinig hoop. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Oorlog na oorlog was het gewoon de volgende dag alles opbouwen en doorgaan. Ja. Maar dit keer, vooral mijn familie... Ze zijn echt moe. Ze hebben geen hoop. Alleen kunnen ze het niet meer doen. Nee. Ze hebben echt de steun van de internationale gemeenschap om gewoon misschien hun droom is een seculier staat te hebben. En gewoon geen gedoe meer. En normaal leven. Precies. Dagelijkse leven. Dat mensen wereldwijd je steunen in die droom en je zien. Ja. Op het moment dat je zoveel te lijden hebt. Ja. Ja, absoluut. Nou, ik wens je heel veel sterkte. Dank je wel. Dank jullie wel, beiden, voor jullie komst hier. Mag ik iets kleins zeggen? Zeker. Ik wil de gelegenheid nemen om de familie van mevrouw Waldmans Molière te condoleren. Ja. Die was overleden, de vrouw van de Nederlandse ambassadeur in Beirut. Ja. Die was overleden in de explosie. Ik vind het... Zo, als Nederlandse vind ik het natuurlijk, ik voel iemand van ons is daar verleden, een geweldige vrouw. Die heeft haar organen gedoneerd om andere leven te redden. En van mijn Libanese kant voel ik me toch een beetje schuldig, dan indirect verantwoordelijk. Van zij was in ons land en op een missie en zij is overleden. Ik vind dit echt verschrikkelijk. En... Jouw lieve woorden zullen ongetwijfeld hun weg vinden. Ik denk je schuldig hoeft te voelen, maar het is prachtig om medeliefde te tonen. Ja, heel veel respect en condolences aan haar familie. Dank jullie wel. Dank jullie.